Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met de kaart van Europa en de waarschuwingen die voor vandaag uitstaan. En je ziet meteen al, het is bijna overal groen. Alleen in onze kustregio's geel vanwege de wind, windkracht 6. En in Duitsland zien we in de berggebieden ook wat waarschuwing voor sneeuwval. Maar er heerst rustig weer in Europa. Maar rustig weer betekent niet volop zonneschijn. Want uh, ja, ook vandaag was het weer een grijze dag. Met vooral in het noorden en oosten langdurig regen en motregen. En in de rest van het land was het vooral vanochtend nat. Maar werd het vanmiddag toch grotendeels droog. Nou, vanavond houden we die verdeling. In het noorden nog wat lichte regen of motregen. In de rest van het land droog weer. Kijk eens naar die temperaturen: 9 tot 12 graden vanavond. Dat hebben we allemaal te danken aan die stevige zuidwestenwind. Die voert zachte lucht aan. En ook komende nacht wordt het niet koud. Minimaal zo rond de 10 graden. Dat is echt heel hoog voor deze tijd van het jaar. De wind blijft stevig waaien, dus zeker in de kustprovincies kun je de wind af en toe langs het huis horen gaan. In het noorden nog steeds van tijd tot tijd regen. En dan de dag van morgen. Twee natte dagen hebben we gehad, twee grijze dagen. Maar morgen verwacht ik de zon erbij. Vanuit het zuiden gaat er steeds meer plaatsen de zon schijnen. En vooral morgenmiddag is het in de grootte van het land echt mooi weer met flinke zonnige perioden. In het noorden in de ochtenduren nog wat regen, maar ook daar s'middags wat zon en ook daar dan droog weer. Temperaturen 12 à 13 graden, nog steeds wel die stevige wind uit het zuiden tot het zuidwesten, anders kon de temperatuur niet zo hoog worden. Nou, voor donderdag heb ik ook hoge temperaturen en dus een hele stevige wind weer. Aan zee dan hard. In de vroege ochtend zelfs even stormachtig. En in een groot deel van het land kunnen er tijdens de ochtendspits windstoten voorkomen. Dus donderdag misschien weer een drukke ochtendspits. Er gaan ook een paar buien vallen, maar die vallen vooral in de middag. Dus misschien valt het ook wel mee met de drukte. Van tijd tot tijd ook zon en 14 naar 15 graden donderdag. Vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur langzaam weer naar beneden. Zaterdag is het gemiddeld een graad of 8. En kijken we dan wat verder vooruit en dan zien we die daling van de temperatuur heel mooi terug. Na donderdag wordt die daling ingezet en dan vanaf zaterdag zitten we eigenlijk zo tussen de 4 en de 8 graden. En ook de nachten worden kouder en dat kun je vooral ook in deze grafiek zien, want hierboven zie je de kans op vorst toenemen. Nachtvorst is dat, dus temperaturen s'nachts iets onder het vriespunt en die kans neemt toe naar zo'n 40 procent. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.